Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, mijn naam is Sam en welkom bij het weekoverzicht. De straatvraag van deze week heeft te maken met de postcode loterij. Vorige week is die jackpot gevallen in het Groningse plaatsje Glimmen. En wij vragen ons af, wat zouden de inwoners van Breda willen als zij een hele grote som geld zouden winnen? Wat zou je doen als je bij de postcode loterij de hoofdprijs zou winnen? Ik zou eerder mijn geld denk ik ergens in investeren dan dat ik het meteen zou uitgeven. Je hoort vaak bij mensen natuurlijk dat ze alles uitgeven aan grote dingen, aan huizen en zo, en dan is alles meteen weer weg. Dus ik zou bijvoorbeeld hier zo op de grote markt een pand kopen en dan onderhuren, omdat je dan op lange termijn veel geld nog kan verdienen. Wat ik dan zou doen? Nou, in ieder geval voor onze zoon een huis kopen. Ik zou een verblijf in het buitenland kopen. En een aantal goede doelen. Een aantal goede doelen geven, ja. Ik denk een hele mooie wereldreis maken. Wat zou jij willen doen? Ja, hetzelfde. Hetzelfde, dus ze gaat mee. En welke landen zou je dan bijvoorbeeld aan willen doen? Ik zou dan heel graag naar Bali willen. Malediven. En dan duiken. Lekker snorkelen. Ik zou een setje nieuwe banden op mijn auto leggen, denk ik. Is dat alles? Ik heb niet direct een invulling voor, maar geen gekke dingen, denk ik. Ik denk ook dat ik een deel aan het goede doel zal geven. Ja? Ja. En welk goede doel? Ik denk vergeten kind of zoiets. Wat mijn wens is een mooie uitbouw van aan mijn huis. Dat hebben we nog niet. En verder. Ja, we zijn er al snel tevreden, denk ik. We zijn gezond in ieder geval. Afgelopen weekend vond een nieuwjaarsreceptie plaats van de gemeente Breda in de Grote Kerk. Hoe is het in Breda verlopen, de jaarwisseling? Breda is relatief rustige jaarwisseling, heeft een relatief rustige jaarwisseling gekend. De cijfers zoals die landelijk zijn gepresenteerd zijn natuurlijk cijfers waarvan je schrikt. Maar in Breda is het feest op de nacht zelf redelijk goed verlopen. Met enkele traagjes en groot incident daar gelaten. Heeft u ook goede voornemens? Nou, ik vind 2019 zo'n beetje tussenjaargetal, weet je wel. 2020 hebben we hier de Vuelta. Het is WK, het is Olympische Spelen. En 2019, Maar tussenjaren zijn meestal het leukste. Dus daar gok ik op. De discussie over vuurwerk is een discussie die we ook in de stad gaan voeren. Maar ik vind op dit moment er in Breda geen echte aanleiding om te zeggen, het is zo gigantisch misgegaan dat we direct moeten ingrijpen. Wat dat betreft kunnen we trots zijn op de manier waarop in Breda met enkele excessen dagen later het feest is gevierd. Wat zijn uw goede voornemens? Dat blijft altijd een lastige, want je moet je altijd iets voornemen wat je waar kan maken, denk ik. Mijn goede voornemen blijft om nog vaker en nog meer in de stad zichtbaar te zijn dan dat we nu al gedaan hebben. Een uurtje geleden hoorden wij de klokken luiden. Is dat elk jaar met de nieuwjaarsreceptie? Ja, dat is inderdaad het letterlijk en figuurlijk inluiden van de gemeentelijke receptie. Wij doen dat zo 20 tot 25 keer per jaar sowieso, het luiden van de Nassau-klok. En één keer per jaar mogen we dat doen letterlijk voor de gemeente. De toren is van de gemeente en dan zijn we heel blij dat we gewoon om 4:10, 10 minuten lang het mogen inluiden om de receptie voor alle Bredaners ook mede vorm te geven op die manier. Hartstikke leuk. En wat is eigenlijk een nachtburgemeester? Nou, een nachtburgemeester is eigenlijk iemand die belangen behartigt of een soort van ambassadeur is voor horeca, evenementen, cultuur in de stad waar hij woont. En ik doe het voor Breda. Puur om een stukje terug te kunnen geven aan de stad en de horecaondernemers. Dat is eigenlijk een nachtburgemeester in een notendop. Dank u wel, goed 2019. U ook, en voor alle kijkers ook een goed en gezond 2019. 6000 nieuwe woningen voor Breda in 4 jaar. Dat is de belofte die de coalitie van de gemeente Breda heeft gedaan aan de inwoners van Breda. Wij vragen ons af, is dit haalbaar en waar moeten deze woningen komen? We vroegen het aan de mensen in Breda en aan de wethouder Daan Kwaars. Nou ja, het is hard nodig en ik zie dat ze in de Belkrum al plannen hebben, dus misschien belofte maakt schuld. Als je Breda die rondweg hebt, dan staat er toch ook iets van een of andere oliemaatschappij. Dat kan wel, dat kunnen ze wel daar neerzetten. Waarvoor geen woningen? Er is toch plaats zat? Nou ja, ik denk wel dat als zij het beloven om dat te gaan doen, dat ze zich daar ook aan moeten houden, denk ik. Maar
Ja, dat is mijn idee. We merken dat er gewoon te weinig woningen zijn. De politiek heeft dat ook goed begrepen. Hè. Dus tijdens de onderhandelingen is daarover gesproken. Niet alleen door de coalitiepartijen, maar ook met de inmiddels oppositiepartijen die daarbij aanschoven. En eigenlijk is iedereen het er in de politiek al over eens dat er gewoon veel meer woningen gebouwd moeten worden. Nou, dat hebben we in het coalitieakkoord opgeschreven. Hè. 6000 woningen. Een enorme ambitie. Maar het zijn niet allemaal 6000 dezelfde woningen. Hè. Dus het zijn 1800 middeldure woningen, het zijn 1200 sociale woningen en 3000 vrije sector. Volgens ons sluit dat aan zeg maar, bij de behoefte in de stad, maar vooral bij de ambitie die we hebben. Dus daar komt dat getal vandaan. Wat denkt u, voor wie zijn deze woningen het meeste nodig, denkt u? Ja, als ik eerlijk ben, voor de sociale woningbouw. Maar dat zal wel niet, het zal wel weer koophuizen worden. Een of ander kutsmoesje. Ja, ik zeg het, want zo is het gewoon, hè, om mensen te lokken. En op het eind van het verhaal, er had een of andere zakkenwasser met veel geld, die koopt al die woningen op voor de prikkie. En die verkoopt ze aan allerlei juppen. Ja, dat zie je in Amsterdam, in Den Haag, Rotterdam. En de gewone man, die hebt niks. Nou, ze zijn natuurlijk bezig met dat hele gebied van bij de Belkrum, daar zo, dus Belkrum Havenkwartier. En ik geloof dat daar ook allemaal woningen komen, alleen dat is volgens mij weer in een veel hoger segment. Maar ik denk dat het leuk zou zijn om een mix te maken. Maar ik ben altijd voor mixen. Volgens een inventarisatie van het BNSTM blijkt dat met alle plannen die er nu zijn, het maximaal haalbare 5000 woningen is. Waar gaan jullie dan toch nog die andere 1000 vandaan toveren? Ja, dat is een goede vraag. Hè? En het is ook niet zo dat we alle antwoorden meteen op dit moment hebben. Hè? We hebben 4 jaar de tijd. We hebben een enorme ambitie neergezet. Hè? Dat betekent ook dat die ambitie die wij als bestuur hebben meegekregen, ja, dat is eigenlijk een stip op de horizon. Hè? We gaan daarvoor. Ik denk ook dat die haalbaar is. Maar we moeten heel veel dingen doen om ervoor te zorgen dat dat goed lukt. Is het voor Breda ook een optie wat we in andere steden zien vaak? Als er gebrek aan ruimte dat er ook in de hoogte gebouwd geworden. Is dat voor Breda ook een optie? Absoluut een optie. Hè? Er zijn gebieden waarbij we die gesprekken zeker voeren. Als je kijkt naar de binnenstad, als je kijkt naar het havenkwartier, dan kan ik me heel goed voorstellen, collega wethouder Paul de Beer is daar natuurlijk ook mee bezig, hè, vanuit de grootstedelijke ontwikkeling, heel goed voorstellen dat dat de plekken zijn waar je de hoogte op gaat zoeken. Waar je gaat kijken hoe mensen in een grootstedelijke omgeving gefaciliteerd kunnen worden om te wonen, te werken, te leven en plezier te hebben in deze fantastische stad. Nou ja, ik ben verantwoordelijk samen met mijn collega's zeg maar, voor de doelen die we gesteld hebben in het coalitieakkoord. En ja, daar zijn wij op afrekenbaar. Hè? Dat is een beetje de essentie van de politiek. Er zit wel een kleine nuance in. Dat is namelijk dat wij niet alles in de hand hebben. Hè? Op het moment dat de wereldeconomie daalt, op het moment dat de rente zeg maar, weer gaat stijgen, op het moment dat de bouwkosten zeg maar, nog verder omhoog gaan. Ja, wij als gemeente bouwen geen enkele woning. Hè. Wij doen ons best, we hebben een deel in dat proces. We enthousiasmeren ook zeg maar, ontwikkelaars en architecten, maar we doen het wel met z'n allen. Maar uiteindelijk, als je aan mij de vraag stelt, zijn wij aangesteld om het woningprobleem in de stad op te lossen, dan zeg ik ja. Wil u de gemeente erop afrekenen als we nu die belofte hebben gedaan, van we bouwen 6000 woningen in 4 jaar en stel ze kunnen er maar 3000 bewerkstelligen, zou u hen daarop afrekenen? Ja, natuurlijk. Wat is dat? Start. Van de PvdA, hè? Ja, de coalitie. Nou, die moeten ervoor zorgen. Als je nou een goed nummer wil maken voor meer kiezers, want ze hebben er zat verloren, dan kan hij hier punten bij scoren, zou ik denken. Vanaf 12 januari kunt u genieten van een rondleiding bij Dierenopvang Breda. Wij kregen alvast een sneak peek. We zijn hier bij het Dierenasiel in Breda, Dierenopvangcentrum Breda, moet ik denk ik zeggen. Ja, mag het allebei? Mag in principe allebei, maar het is meer dierenasiel is van oudsher eigenlijk een beetje de plek waar je een dier naartoe brengt. Als je er niet meer voor kan of wil zorgen of als je een dier gevonden hebt. Maar inmiddels zijn we veel meer. We zijn een pension, we zijn een informatiecentrum om het zo te zeggen. We doen ook veel meer dan alleen maar het dieren opvangen en er een nieuw baasje voor zoeken. Er komt ook heel wat meer bij kijken. Dus vandaar de wat nieuwere naam die veel asielen aan zijn gaan nemen. En dat is dierenopvangcentrum. Goed zo. En in het dierenopvangcentrum is er, heb ik me laten vertellen, iedere tweede zaterdag van de maand een leuke rondleiding. Ja, klopt. Dat is iets wat we dit jaar gestart zijn. Dus per 2019, aan 12 januari, als ik het goed zeg, dus aankomende zaterdag, dan vindt de eerste rondleiding plaats. En dat willen we inderdaad maandelijks doen. En dan iedere tweede zaterdag van de maand. Wat voor dieren vinden we hier in het dierenopvangcentrum? Zijn dat alleen huisdieren? Hoe moet ik dat zien? Zijn dat wat grotere, wat kleinere dieren? Ja, hetgeen wat je vandaag te zien krijgt zijn de dieren die op dit moment aanwezig zijn. En dat zijn nu alleen honden en katten.
mogelijk één kip. Ik weet niet of de dierenambulance is onderweg. Dus of die de hele tijd dat wij daar in die ruimte zijn, of de kip dan ook gearriveerd is. Maar in principe wat wij opvangen hier zijn alle dieren die hulpbehoevend worden aangetroffen in ons werkgebied. Dus wij werken voor meerdere gemeentes. Dus of het nou een hond is, een kat, een vogel, een slang, noem het maar op. Er zijn hier even twee katten die een meningsverschil hebben. Maar ieder dier wat hulpbehoevend is, wild of tam, dat wordt door ons tijdelijk opgevangen. Veel van die dieren brengen wij wel door naar gespecialiseerde opvangen. Bijvoorbeeld reptielen, vogels in het vogelrevalidatiecentrum en noem maar op. De honden en de katten, dat zijn de dieren die wij ook herplaatsen. Dus die zul je het meeste zien hier. Nou, we staan nu in de testruimte. Dat is een ruimte die vrij prikkelarm is. Dus er zitten ook geen ramen in en dergelijke en redelijk stil. Dus wat we doen is, hier kunnen we honden onderbrengen die of wat overprikkeld zijn door hun langdurig verblijf in een kennel. Maar daarnaast kunnen we ook een beetje kijken hoe dat zij op bepaalde dingen reageren. Want hier hebben ze weinig invloeden van buitenaf, dus kunnen we een beetje kijken, nou, kunnen ze goed alleen zijn? Of zoeken ze wel toenadering bij mensen op het moment dat ze geen andere dieren om zich heen voelen? Of horen, sorry. En we hebben ook een loopband om vaak honden die heel veel energie hebben, net een beetje dat energie kwijt te laten raken op dagen dat het wat minder mooi weer is. Of dieren die juist eventjes moeten revalideren na een operatie of zo en geen rare bewegingen mogen maken. We staan nu in de spreekkamer van onze asieldierenarts. Want alle dieren die hier binnengebracht worden, die worden nagekeken door de dierenarts. Nou, sowieso voorzien van de inenting. Maar als wij ze ook gaan herplaatsen, ja, dan worden bijvoorbeeld alle katten worden gecastreerd en gesteriliseerd. Dat kan in de ruimte hiernaast. We hebben een kleine operatiekamer voor de kleinere ingrepen, gebitsreinigingen en castratie-sterilisatie. En op het moment dat ze een groen licht krijgen van de dierenarts, dus of gezond verklaard zijn, of in ieder geval alle problemen zijn in kaart gebracht. Straks waren we toevallig bij Tiny en Gala. Nou ja, dat zijn twee katten die hebben wel medicijnen nodig om voeding volgens mij in dit geval. Om de rest van hun lichaam in ieder geval zo goed mogelijk nog te laten functioneren. Maar dat wordt dan allemaal aan de nieuwe eigenaar medegedeeld. Vandaar dat zo'n onderzoek heel handig is. De tweede zaterdag van iedere maand geven wij een rondleiding voor een beetje maximum van 8 personen. Dan kunnen we iedereen goed te woord staan en voorzien van de informatie die ze willen weten. En inschrijven, dat kan via onze website, dus www.doc, Dirk Otto Cornelis, Dierenopvangcentrum, staat het voor Breda.nl of onze Facebookpagina. We zijn weer terug met het dilemma van de week. En deze week is het dilemma een hele leuke. Of je kan vooruit reizen in de tijd en je toekomst zien, of je kan terugreizen in de tijd en dus een mooie herinnering uit je verleden opnieuw beleven. Kijken wat de inwoners van Breda kiezen. We zijn weer even weg geweest, maar in het nieuwe jaar is er natuurlijk ook weer het dilemma van de week. En het dilemma van deze week is of je kan vooruit reizen in de tijd, dus je toekomst zien, of je kan achteruit reizen in de tijd, dus terug naar een mooi moment uit je verleden. Wat zou jij kiezen? We gaan kijken wat de inwoners van Breda kiezen. Let's go! Achteruit kiezen. En waarom deze keuze? Nou, toen PSV de Heuvel kwam in 78 en na een groepje in 88, dan ben ik nooit meer genomineerd. Dat zou een mooi moment zijn om terug te beleven. Ja, dat was mijn verleden. En stel, u zou juist vooruit reizen, waarvoor zou dat dan een reden zijn om dat te doen? Nou, PSV volgend jaar weer kampioen wordt. Echt PSV-fan dus? PSV-fan ben ik. Dank u wel, meneer. Ik kies vooruit. Ja, ik ook. Want wat ik gehad heb, dat ben ik niet vergeten. Dus ik ben benieuwd wat het allemaal gaat brengen. Vooruit. Waarom? Omdat ik dan alvast kan weten wat er dan gebeurt. Wat zou je bijvoorbeeld willen weten? Welk beroep ik later ga doen, denk ik. U, mevrouw? Nou, ook vooruit, want ik wil altijd nieuwe dingen zien. Dus ja. Dingen die ik nog niet gezien heb, die... Achteruit. En waarom zou je terug willen in de tijd? Is er iets, een specifiek iets, een gebeurtenis waar je dan per se terug naar zou willen, bijvoorbeeld? Gewoon mensen die er niet meer zijn, die dan kan zien. Ja, zeg altijd, je wil niet weten wanneer je doodgaat, omdat je dan daar naartoe moet leven. En als je naar de toekomst gaat, dan heb je kans dat je weet wanneer je doodgaat. Ik denk vooruit reizen. Waarom? Ik ben heel erg benieuwd hoe de toekomst eruit ziet. Maar het is ook wel aan de andere kant, je bent zeg maar wel, als je het al weet, dan ga je daar naartoe leven. En dat is ook weer anders. Dus wat zou je bijvoorbeeld specifiek willen weten van je toekomst?
Niet per se van mijn toekomst, maar meer de technologie die er dan is, zeg maar. Dit was weer het weekoverzicht voor deze week. Bedankt voor het kijken, een fijn weekend en tot volgende week. Breda Nu. Je weet het meteen.